Welkom bij weer een nieuwe vlog van de Vloggende Vader. En vorige keer zijn we niet begonnen met de kijkersvraag en dat is eigenlijk wel heel erg goed bevallen. Maar nu liggen ook de kijkersvragen eruit. Vanaf nu, aan het einde van elke aflevering, het vragenvuur. Vraag. Wij hebben jullie op Instagram gevraagd om vragen te stellen. Dus het einde van de aflevering gaan we er een aantal van beantwoorden. Maar voor we verder gaan naar de rest van de vlog, wil ik jullie eerst vragen om even op abonneren te klikken. Klik even op abonneren en zorg ook dat je even op dat belletje klikt. Dat zorgt ervoor dat je meldingen krijgt als ik een video online zet. Dan ben je er in ieder geval snel bij. Hallo, Leute. Een goede avond. Nee, grapje. Zo moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Wij zijn eventjes namen aan het bedenken. Althans, nadat Noé is gekozen. Komen we er niet uit. Nadat Noé is afgevallen, daar is eigenlijk weer... Ik ken Noé, de naam zelf wordt natuurlijk regelmatig gekozen. Maar door familie, dan is het weer wat anders. En dat weten we heel goed. Ja, maar we weten het niet meer. Dus we zitten nu... We hebben een boekje gekocht. We hebben nu een tactiek afgesproken. Want ik ben een beetje moe. Moe van een lange dag. Ik heb heel veel gedaan vandaag. Okay. Sas gaat ze voorlezen, ik doe mijn ogen dicht. En dan roep ik gewoon heel hard ja of nee. En als die leuk is, dan... Komt hij op de lijst? Vee. Nee. Vee. Nee. Met F-E. Verlies. Verlies, Navidad. Nee. Feline. Nee. Femke. Hebben jullie dat ook? Dat omdat ik dan Femke Louise ken, dan, ja, ik weet niet, dan is Femke ook gewoon gelijk niks meer. Die heet Femke. Oh, hij is Femke. Oh, ik spreek het uit als Femke. Zie je maar, daar gaat Tom is. Dus alles met de F is nu gelijk al van de baan. Fien. Fien, nee. Fleur. Ja, Fleur vind ik leuk. Floor. Nee. Florence. Nee. Florentine. Nee. Fren. Nee. Nie. Nee. Frida. Ik moet mijn ogen weer dicht doen. Nee. Gabi. Nee. Gaia. Of Gaia. Nee. Dat klinkt weer als een plaatsnaam in Indonesië. Gea. Nee. Georgia. Nee. Georgia vind ik wel leuk. Ja, maar is ook een plaatsnaam. Ja, die sla ik allemaal over, want dat vind ik allemaal... Nee, niks over. Oké. Gerdien. Ja. Gerdina. Ja. Gerdy. Ja. Gerrie. Ja. Gerlinde. Ja, Gerrit. Ja. En we zijn hier geen mensen aan het beledigen. We hebben gewoon een idee hoe de baby eruit ziet en daar moet de naam dan perfect bij passen. Dus voel je vooral niet beledigd als je Gerlinda of zo heet. Ondanks dat het echt een kutnaam is, maar voel je vooral niet beledigd. Ginger. Nee. Ilana, Ilja, Ilse, Indy, Isha, Ivy. Ja! Ik wist het! Ik hou van jou. Ivy, ik mis je. Genoeg saai content materiaal voor vanavond. Namen zoek saai. Nou, ik ga weer naar mijn ouders huis voor de verbouwing. En kijk, Sassy, die staat uit te zwaaien. Hé, hey, kijk eens. Hier, wie hebben we daar? Ja, ga naar mama. Mama. Ja, ik laat hem nog even snel naar binnen. Doei. Weer mooi zijn van beneden. Nou, ik ga er weer vandoor. Nou, ik ben bij mijn ouders. Is er gewoon weg? Maar weet je wie hier is? Dat is mijn IP. Ik wist het. Ja. Ben jij blij dat Jess hier is? Ben jij zo heel erg blij? Wat is dat voor geluid? Ben jij Wolfie? Ben jij Wolfie? Oh, mijn liefie. Ja, ik hou net zoveel van jou, hoor, vriend. Kut. We willen eigenlijk even gaan varen, maar moet je kijken. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk echt dat ze te weinig water hebben gekregen. Oh, zoals die bladeren. Kijk nou. Schat, ze zitten in zomerslaap, denk ik, of zo, hoor. In een hitteslaap. Ik denk, deze hangen ook wel allemaal. Een nieuwe ochtend. Het is vandaag, weet ik niet welke dag. Wel weet ik dat we buiten nu op dit moment een afspraak hebben voor de bevalling. Maar wat precies, dat ga ik vertellen. Ja, echt weer. Dat is lekker. Hey, goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Dit is Jessica. Hey, goedemorgen. Waar we het vandaag over gaan hebben is over de bevalling. Over de fotografie bij de bevalling.
in ieder geval, wij weten er nog niet zo heel erg veel van. In de eerste instantie had ik als gedachte, ja, ik zag die foto's en ik dacht, ja, ik weet niet of ik dat nou wel heel erg wil. Maar je kan natuurlijk kiezen, wat wil je wel en wat wil je delen en wat wil je voor jezelf houden. Het is in ieder geval een heel speciaal moment om zomaar voorbij te laten gaan. Ja. Meer informatie hierover, dat gaan we nu krijgen. Misschien kun jij het je kort uitleggen? Ja, ik denk dat het super belangrijk is om een fotograaf bij je bevalling te hebben. Vooral voor de verwerking, dat je zelf als vrouw er niet veel van meekrijgt. Ja, naar mijn idee is het het mooiste moment van je leven nog mooier als je bruiloft. Dus, ja. Nou, helemaal duidelijk. Ja, wij gaan het horen. En uiteindelijk is Sas natuurlijk degene die de keuze maakt. Mij lijkt het zelf wel heel erg leuk. Ja, mij ook. Voor het geval dat ik flauw val en nee, helemaal niks van meekrijg. Dan kan ik in ieder geval de foto's terugkijken. Oké, daar kwam ze eruit. En ik kan in mijn eigen bed slapen gewoon als het lang duurt. Dat is ook wel lekker. Nee, dat zal wel meevallen. Hoe vond je het gesprek? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Ik ben ook leuk. Ik ook. Ja. Nou, top, dankjewel. Heel graag gedaan. Bedankt voor de informatie. En kijk, Lina. Nou, helemaal leuk. Dames en heren, ladies and gentlemen. In mijn rechterhand pik een ijsje. Bedankt voor jullie aandacht. Fijne dag verder. Nee, er komt wel meer. Wij gaan een vuurtafel ophalen. En daar hebben wij heel erg veel zin in. Saskia. Ja. Heb jij daar zin in? Ja. Wie de fuck haalt er een vuurtafel op met 34 graden? Koekoek! Slaat toch nergens aan. We moeten in ieder geval zorgen dat we in de auto niet aan hebben staan. Oké, wij gaan de tafel ophalen. Ciao, zie daar. Oké, we zijn er nu. Maar er zijn alleen maar grote bussen. Dus ergens hoop ik ook gewoon nog dat het überhaupt gaat passen. Kijk, dit is de werkplaats. Maar de grote vraag is of het überhaupt gaat passen. Hoi. Hoi. Tof, hè? Maar vet ook als je dat allemaal zelf kan maken. Maar dat ik zo handig was. Ik heb wel twee handen, maar twee echt aan de verkeerde kant. Nee, dat is niet waar. Ik kan best wel klussen. Ja, zeker. Als het past. Ik hoop het. Maar anders moet hij op het dak, hè? Dan moet jij erbij gaan zitten, liefie. Ja hoor, ik doe het zo. Ja, als jij hem hier hebt, dan zet ik hem hier even voor. Hij gaat dicht, denk ik. Ja? Nee! Oh. Kak. Gelukkig is dit jouw golf en niet mijne. Hij zag er echt uit alsof hij dicht ging. Ja, zeker. Ja. Maar niks is wat het lijkt in dit leven, liefie. Nou, hij past er wel in een golf, ja. Nou, wij zitten in de auto. Maar niet alleen. Nee, niet alleen. We passen er zeg maar nog amper in. Kantje boord. Ja. Dan gaan we even installeren zo thuis. Zoals, kijk eens naar camera. Gaan we marshmallows maken vanavond? Kijk eens naar camera. Waar? Marshmallows maken vanavond? Vuurtafel. Hallo? Ja, is goed. Ik ben alleen helemaal niet dol op marshmallows. Dan neem jij lekker een maïskolf. Nee, daar ben ik ook niet dol op. Oh, nou. Wat vind ik wel lekker? Wat kan je nog meer op boven vuurtafel doen? Biefstuk. Huh? Ja, kan dat ook? Weet ik veel. Ja, misschien kunnen we er wel gewoon een rooster op leggen. Dan kan je gewoon barbecuen. Ja, nou, misschien is het even de moeite waard om te proberen. Sessie blij? Ja. Jessie blij. Wat is er nou? Ze was een beetje geïrriteerd omdat ik net heel vervelend was in de auto, maar dat was ik uiteraard niet aan het filmen. Dat is 6 keer toeteren bijvoorbeeld. Ja, waarom ging ik ook weer toeteren? Niks, random. Gewoon niks. Oh, ik ging gewoon random toeteren. Ja, dat mag niet. Er staat eigenlijk een boete op. Maar een fokboete, jongen. Ik heb natuurlijk net met die sterke meneer hebben we samen die tafel uitgeladen. Of ingeladen in de vuurtafel. En nu moet ik hem uit gaan laden. Maar kijk, de blaadjes gaan allemaal een beetje hangen. Deze, oh, het was zo mooi. Ik geef ze echt elke dag heel veel water. Het is nu alweer kurkdroog. Nou, in ieder geval, de 34 graden vol in de zon. Zijn ze gewoon niet voor gemaakt. Dan moet je cactus gaan kweken, yes. Liefie, vuurtafel. We gaan hem even uitladen. Gaan we hem in elkaar zetten. Dan gaan we als Essa. Want het is veel te warm om in de keuken te staan vandaag. Liefie, liefie. Liefie, duurt lang. Sassie laten schrikken. Ik sta voor de auto. Als ik nu rechts om het hoekje kijk, zie ik jou. Kop hier. We hebben helaas een cameraman te weinig. Of cameravrouw, dus we zetten hem even uit en laten jullie straks zien als het klaar is. Kan je eens een aansteker pakken, liefie? Fucking lijp, vriend. Ik was echt eng, man. Ik was echt heel erg bang. What the fuck? Ik kan wel huilen. Nou, durf van mijn hand. Ik was echt eng. In mijn ogen.
Nee, maar hier moet je wel serieus even mee oppassen. Kan wel, maar het moet gewoon zachtjes. Dus? Nu? Ja, doe jij lekker. Draai jij hem dan even een klein beetje op, ja? Heel klein beetje. Indrukken en een klein beetje draaien. Dan moet je gelijk zeggen hoe je het doet. Ja. Yes. Het is ook zo fijn om te zien dat Sasha goed weet waar de talenten liggen. Ik moet hem eigenlijk toch wel even uitzetten, want straks komt hij. Waarom ligt er een batterij, hè? Die ligt er vast ook niet zonder reden. Dat is voor de ontsteker. Halleluja. Ja. Trots op jou ook, hè? Knip dit er maar uit. Kijk, schat, ik heb een batterij gevonden. Dat is natuurlijk voor de ontsteker. Ophou nou. Lina, kom. Jij moet even springen. Nee. Hij zit in elkaar. Dat was echt super, super, super easy. Blij. Uiteraard de glasplaat er al omheen besteld. Want als we straks een klein hebben, moeten we natuurlijk niet zo hebben dat tegen de tijd dat ze gaat lopen, dat ze dan met handen in het vuur komt. Sowieso moet je opletten. Dames en heren, nog een wijze les van Jessie. Sowieso moet je opletten. Let op. Fucking lijp, vriend. Hey, hallo. Jullie ook hier. We gaan onderweg naar een restaurant. Papje eten. We gaan vlees eten. Ik ga het rauw eten. Oh. Ja, maar we mogen weg hier. We moeten op het fietspad. We zijn vroom vroom op de straat als wegpiraat. Nou, we zijn er. We waren eigenlijk gereserveerd voor een uur geleden. Half uur geleden? We zeiden we zijn er met een half uur en het is nu zeker een uur en een kwartier later. Dit is echt voor het eerst in een hele lange tijd dat ik gewoon vol zit na het voorgerecht. Ik zit vol met het voorgerecht. Leuk toch? Bizar. Maar ik kwam hier dus voor een lekker stuk vlees. Gewoon een goed stuk vlees als hoofdgerecht. Ik ga het niet eten. Ik zit gewoon vol. We zijn weer terug. Lekker gegeten. En of we nou met de scooter komen of met de auto. We gaan lekker slapen. Good night, good night. Zaterdagochtend. Ik ga even mijn baard laten doen. Want ik ben weer vreselijk ongefatsoeneerd. Dan gaan we daarna varen. Vanavond hebben we spelletjesavond. Ik ga naar de barbier. Ik ben net nog even weg geweest voor de badkamer bij mijn ouders. We gaan nu even lekker varen. En moet je kijken. Sas, wat overdreven. Lekker burger, lekker. Oh, mooi. Dat zie ik knap. Valt op mijn been. Wat? Nou, inmiddels is je buik dikker dan je billen. Dus, dat lijkt me sterk. Nee, echt. Nou, wij zitten. En dan gaan we straks schippen, mag ik? Overvaren. Ja, of nee. Wow, je gaat hard, Sas. Je gaat sowieso harder dan 6. Lekker, schatje? Ja, ik heb factor 50. Ja, maar je moet je ook goed insmeren. En hier nog een beetje. Net even gezwommen. Ik ben gelijk helemaal gebroken. Hé, hey, kijk, zeemermin. Daar is een zeemermin, jongen. Hoe knap het. Je bent zo mooi. Soms ben ik ook zo verliefd over, dat is echt niet normaal. En soms kan ik er niet luchten, kan ik er echt niet luchten. Dat heb ik vandaag ook al een keer gehad. Ja, dat heb ik nou ook. Met jezelf, ja, dat begrijp ik. Ik ben niet om te doen. We zijn ook bijna de hele dag met elkaar samen, hè. Dat is ook wel logisch. Ik las daar vandaag een artikel over. Las je er een artikel over? Ja, in een tijdschrift. In een tijdschrift? Ik herhaal elke keer wat je zegt, ja? En er zitten ook tips in. Er zitten ook tips in over wanneer je geparkeerd bent. Geïrriteerd. Oh, geïrriteerd. Golven. Golven. Als je geïrriteerd bent, golven. Of bedoel je dat niet? Nee, ik laat het zo zien. Oh, ze laat het zo zien. Oké. Het is niet voor niks, hè. Dat ik altijd zeg, je moet eerst zaaien. Dan pas kan je oogsten. En tussendoor moet je zorgen dat het nat blijft. Je moet het altijd nat houden. Wat het ook is, je moet het altijd nat houden, anders gaat het mis. Kijk, dames en heren. De rucola. Moet je kijken hoeveel rucola er vanaf komt. Dat is toch niet normaal? Dus het is maar een paar weken, jongens. Dit is gewoon leuk. Nu kan ik aan de moeder van Sas kan ik een beetje meegeven. De kattenbak moet wel gebeuren. Lina, waarom heb jij zoveel rommel van gemaakt? En jij poepen? Ik opruimen. Waarom? Papa poept ook. Kom maar hier. En mama ook de wc opruimen. Nee, weg daar. Jij hebt een nieuwe krap aan. Nou, we zijn een spelletje aan het spelen. Met z'n viertjes.
buiten, maar ik moet de lampen bijpakken, want ze kunnen niet zo goed meer zien hoe goed ik aan het winnen ben hier al. Zijn jullie klaar voor, jongen? Ja, jij bent. Ik ben weer. Ja, ik jou wacht aan. Dan mogen jullie erbij zijn bij deze meesterset. Ja. Ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Ik ben straks terug bij jullie als ik gewonnen heb, uiteraard. En zo niet, dan zie je me morgenochtend weer. Ja. Hey. Top. Gedeelde eerste plek. Hello. De verliezer en de medewinnares. Ja, de medewinnares. Even uitzwaaien. Opgeheven hoofd. Ja. Ja, jij wel. Ja, ik niet. Ja. Tjus. Heb je het leuk gehad? Ja, was heel gezellig, toch? Ja. Het is vroeg. En zondag. Dat betekent dat ik even ontbijt ga halen voor Sas. En voor mezelf natuurlijk. Hè. Als ik niet goed voor mezelf zorg, dan kan ik ook niet goed voor anderen zorgen of zo. Shit, deur op slot. Nou, Sas hoefde geen afbakbroodjes, want Sas was vannacht een beetje ziekjes. En je had het niet door? Nee, ik had helemaal niks door. Ze is er 4 uur lang uitgehuisd vannacht. Ik heb helemaal niks door gehad. Ja, kut. Nou ja. We gaan nu bij Noëtje kijken, het achternichtje van Sas. Noé. Kan alleen maar een leuk kind zijn met zo'n naam. Voel je het schat? Ja, heel schattig. En een flinke bos haar. En ze is dus al 6 centimeter gegroeid. Ja. Maar zelfs een verhaal over een goede bevalling, over een eenvoudige bevalling, klinkt voor mij als een horrorbevalling. Ze gaan het ook niet mooier maken dan het is, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil u allen aandacht. Het wonder is geschied. Voor het eerst in de geschiedenis van de krabpaal ligt Guusje erin. Yo, vriend! Ben je trots? Ja, yeah. Ben fucking blij. Hoe dit zo'n band opgebroken? Kijk, Guusje en ik zijn nu 1. We have one big heart. We gaan lekker naar opa en oma en naar papa. Nou, we zijn bij opa en oma. We zijn even lekker de vlog aan het kijken. Ja, dat is nog niet gezien. Daar kom je niet mee weg natuurlijk. Leuk? Ja, leuk. Is netjes. Wel even. Ja, even opbouwen nou. Maar we zijn nu bij het bij de kast in de schone onderbroeken. En ben jij het met Sas eens? Ja. Ja? Ja. Het is toch ook een beetje Sas, als zij de was doet? Ja, dat doe ik. Ja. Om het laadje neer te leggen. Ja. Hij zegt vorige week, ik ga vaker de was doen. Oh, nou, dat is thuis goed. Heel goed, dank je. Nou, wij gaan weer verder kijken. Leuk al? Ja, zeker. Leuk? Hartstikke leuk. Oh. Oh. Goh. Alles was ontploft. Wie is daar? Ja. Wie? Ja, lopen. Sterf de moord van de hitte. Wie is dat? Hey. Papa die heeft een pleister op zijn knie dat hij is gevallen. Kijk. Okay. Wat is er gebeurd? Ik ging ergens waar ik op moest zitten naast zitten en toen viel ik ernaast. Dus het was, dat was lekker in ieder geval. Droevigheid. Kijk hoe mooi de tuin van opa en oma is. Kan je het ook uitleggen wat is? Nee. Nee? Wij denken dat is een hortensia en die is niet mooi. Dat is 1 geranium geweest. Die heb ik, deze? Ja, die heb ik een keer gekocht. De buren hebben het en die dochter heeft het nog. Ook van dit stukje? Ja, allemaal van die ene geranium. Nee, grappig. Neem er wel een keer een stekje mee. Een keer? Ja, dat is dus nooit. Die uitspraken ken ik wel bij mensen. Iedereen die altijd zegt, ja, we doen wel een keer. Nou, gebeurt dus niet hoor. We zijn nu op de verjaardag. En een van de jonge kijksters, Steef is bijna familie. Ja. Jij kijkt ook naar de vlogs? Ja, zeker. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. En wat vind je leuk om te zien? Ja, alles. Ik ben ook geabonneerd en ik like alles. Gelukkig. Ja. En voor de rest zijn de kijkers allemaal heel erg benieuwd. Naar de moeder van Sas. Nee. Ze lijkt ze niet op elkaar. Ja, maar echt nog, echt ook wel leuk. Ja, 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 is leuk. Ja, dat is leuk. Doe nog eens een keer dat loopje van net. Nee. Net stond ze zo met de hand in de zij was ik een foto aan het maken. Het kwam ze helemaal zo'n modellenloopje er naartoe. Nee. Wij gaan er vandoor. Doei. Doei. Oké, daar zitten we dan. Welkom bij de eerste keer vraagvuur. Ja, de reden hoe dit tot stand is gekomen is, dit is het vuur, zeg maar. En dit zijn de vragen. Dus laten we maar gewoon gelijk gaan beginnen. Wanneer weet je of je klaar bent voor een kindje? Oeh. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Er werd me vandaag nog gevraagd, of er werd eigenlijk ons gevraagd, zijn jullie er klaar voor? Ik zeg, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee of ik er klaar voor ben. Instinct of zo, weet je, als ze er is, dat je dan een beetje op je vader en moeder instinct gaat? Ik denk dat je niet echt heel goed op voor kan bereiden. Ja, je kan de kinderkamer voorbereiden en zorgen dat je kinderwagen hebt. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik weet wel, dat als je eenmaal dat eierstokken rammelen moment, ja, dat ik op een gegeven moment wel een beetje. Ja, toen was ik daar. Tadaa. En ineens heb je kind.
Ivy de hond, is die van jou of van je ouders? Ja, die is van mijn ouders, helaas. Ja. Wel jaren mee samen gewoond, maar nou, nu zien we Ivy iets minder. Maar ik ga morgen weer naar Ivy toe, dus dat is fijn. Gaan jullie de baby straks ook filmen? Geen mening, gewoon nieuwsgierig. Dat is een vraag van Kim. Die heeft 8 kindjes. 8? Ja, niet normaal toch? Respect voor Kim. Waarom zou je 8 kinderen nemen? Nee, dan zullen ze misschien wel allemaal heel erg leuk zijn. Dat je gewoon denkt, nou, ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Maar gaan jullie de baby straks ook filmen? Ja. Wel denken we erover na wat we gaan plaatsen. Dus niet alleen maar halfnaakte foto's, Insta-stories, vlogs. Maar ja, voor de rest zeker. Dat zal geen vreemde van de wereld worden. Nee. En de laatste vraag is voor Saskia. Is Jesse de overbezorgde vader, denk je? Ja. Ja? Ah, ja. Klote me. Ja, dat denk ik wel. Maar jij maakt je sowieso wel gauw zorgen over, ook over mij. Als ik nu iets stil of je vindt heel graag stil. Als ik iets stil. Stil? Nou, met name als je de trap afloopt. De trap aflopen mag ik niet doen zonder de reling vast te houden, waar dan ook. Dus ja, ik dus word overbezorgd vader, dat is de streep. Nou, een bezorgde vader. Bezorgd. Ik denk wel dat jij een hoop zorg aan je hoofd gaat krijgen. Ik denk dat we ook weer bij het einde van de vlog beland zijn. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer hier eventjes. Hier, denk ik. Nou, hier ergens waarschijnlijk. En tot de volgende vlog. Doei.